Karin van Koken met Karin. En ik ga een zelfgevulde roulade maken. Dat is veel makkelijker dan je denkt. Nou, wat heb je ervoor nodig? Een stuk varkensfilet. Voor 6 personen ga ik uit van ongeveer een kilootje. Pancetta of anders gewoon ontbijtspek. En de vulling bestaat uit gedroogde vijgen, gedroogde abrikozen, amandelen, uien en wat citroenrasp. We gaan eerst een ui fijn snipperen. Hoe je uien snijdt maakt mij verder niet uit, als je maar zorgt dat je uiteindelijk echt fijne snippertjes overhoudt. 150 gram abrikozen en 150 gram gedroogde vijgen gaan we ook even in heel kleine stukjes hakken. En dan nog 75 gram amandelen, ook even hakken. Je mag ze eerst roosteren, maar hoeft niet. En nu gaan we bakken. We gaan even de vulling aanfruiten. Pan. Even heet laten worden. Beetje olijfolie. Eerst de ui erin. Die geven we even 5 minuten voorsprong. Lepeltje curry erbij. Als je kunt kiezen tussen heel pittig en meer zoetig, dan zou ik de zoetere nemen. Meefruiten met de uien tot de uien lekker glazig zijn. En nu mogen de abrikozen en de vijgen er ook even 5 minuten bij. 5 minuutjes gewoon even zachtjes mee laten sudderen. Nou, dit is allemaal zacht. Dit kan gewoon even afkoelen. Nooit warme vulling op het vlees doen, hè? Maar goed, er moeten nog een paar dingen door. Zoals de rasp van een citroen. Citroen steeds een kwartslagje draaien, zodat je alleen het geel mee raspt. Niet het wit eronder, want dat is bitter. De gehakte amandelen. Lekker even wat peper en zout. En voor de smeuïgheid een lekkere lepel boter. Meng je allemaal even goed door elkaar. We nemen een mooi stuk varkensfilet. En wat je de slager vraagt, vaak voor een roulade snijden ze hem in als een soort zak. Dan maken ze 1 inkeping, daar gaat alle vulling in. En dan binden ze hem op. Maar dan vaak bij het aansnijden valt al die vulling eruit. Dus het handiger is als ze hem insnijden als een soort, ja, ik noem het een rolodex. Ze snijden hem 1 keer in, klappen het vlees open. En dan snijden ze hem nog een keer in. En dan eventueel nog een keer. Zodat je echt een lap krijgt. En die kun je vervolgens dan weer heel makkelijk oprollen. Nou, leg dat je slager maar uit. Ook nog even belangrijk dat je even de volgorde van het vlees aanhoudt zoals hij was. Kijk, aan de binnenkant zit heel mooi glad vlees. En aan de buitenkant, hier hebben die ribben gezeten. Nou ben je geneigd om die lelijke kant binnen te doen, maar dat moet je niet doen, want dit heeft meer tijd nodig om te garen dan die zachte binnenkant. Dus dit moet je vooral aan de buitenkant laten. Peper en zout. En dan de vulling. En dan oprollen. Vrij strak. Dan neem je iets van 1,5 ons pancetta. En je vraagt de slager of hij dat ietsje dikker snijdt dan normaal. Dat het een beetje hele plakjes blijven. En daarmee bedek je de hele buitenkant. En ook de zijkanten, want dat houdt dan een beetje de vulling binnenboord. Pancetta is Italiaans buikspek, heel lekker. Als je dat niet kan vinden, neem je gewoon ontbijtspek. Maar het handige daarvan is dat het de buitenkant heel lekker sappig houdt. Om op te binden heb je rouladetouw nodig. De slager doet het altijd heel mooi, zo kan ik het niet. Ik meet gewoon ongeveer af hoeveel ik nodig heb. Dan neem ik een stuk of 4 touwtjes. Twee hem op. En deze knip je gewoon af. Vind je dit nou echt heel veel gedoe? Dan neem je gewoon je bakje vulling mee naar de slager. Vraag je of hij hem oprolt en of hij hem mooi voor je opbindt. Een beetje slager vindt dat leuk. Neem je een braadslee waar die precies in past. Beetje invetten. En dan twee je hem in. En dan mag je in de oven. Het lastigste van een rollade is altijd, hoe weet je nou wanneer die precies gaar is, als je daar niet zoveel ervaring mee hebt. Nou, dan is een kernthermometer heel erg handig. Het is een metalen pin en die steek je binnenin en die meet hoe warm het vlees binnen is. En op het display kun je zelf instellen hoe je hem wilt hebben. Nou, varkensvlees, ik hou aan rond de 60, 63 graden. En als hij dat is, gaat hij vanzelf piepen.
zorg dat die niet helemaal tot de bodem zit, maar wel echt in het midden van het vlees. En dit blijft er buiten. Je doet hem het eerste kwartier op 175 graden en daarna draai je hem terug naar 125 graden. En hij moet in het totaal ongeveer een uur, maar goed, hou ook even deze thermometer in de gaten. Mooie jongen. Wat wel zo kan zijn, is dat die pin, omdat er natuurlijk ook vulling in zit met fruit, dat die pin niet precies in een stuk vlees zit, maar in een stuk vulling. Dus voor de zekerheid, andere hand, doe ik die pin altijd nog even op een andere plek. Even weer goed naar het midden doet. Ja, dat is prima. En even afdekken met aluminiumfolie. En zeker 10 minuten even laten rusten. 20 mag ook. En dan vooral even op een warme plek laten staan. Dus hier bij het fornuis, niet bij een open raam of zo. Dat hij gewoon even lekker kan rusten. En dan gaan we hem daarna aansneden. Eerst even het touwtje eraf snijden. Dan snijdt hij makkelijker in plakken. Nou, dit is het dan. Mijn rollade orientale.